Ik ben Björn Mast, 34 jaar, kom uit Zwijndrecht en ik kom eigenlijk net terug uit Tokio. Ik ben daar op pad geweest, 2 weken in Japan geweest. Ik ben eigenlijk nooit zo van de souvenirs kopen, dus ik dacht van dit keer, ja, ik heb zulke goede herinneringen. Dus ik heb eigenlijk een Daruma gekocht. Dat schijnt een sibyl te zijn om geluk te brengen. Het schijnt dus dat die ogen, als jij een bepaalde doelen hebt en je hebt het doel bereikt, dan kan je hem afvinken in het oog. En dat is wat ik heb begrepen ervan. Mijn persoonlijke doel is ook hier in Nederland de blijdschap en de harmonie vinden die ik in Japan heb gevonden. En dat kan zijn, ja, in het werk ben ik al eigenlijk gelukkig, maar misschien ja, met de relatie met een vrouw dan. En dat zijn eigenlijk wel de laatste doelen die ik in mijn leven heb gesteld nu.